Het nieuwe woonzorgcentrum Berkenheuvel in Gelderop is vanmiddag door burgemeester Donders geopend. In het woonzorgcentrum zit ook een hospice voor de zorg van terminale patiënten. En het is voor het eerst dat Gelderop deze voorziening heeft. Daar waar mensen in de moeilijkste fase van hun leven zijn en de zorg zo complex is dat je die thuis misschien ook niet aan kunt. Hè? Want we veronderstellen wel dat iedereen altijd maar sterk genoeg is om dat te kunnen. Zo is het gewoon niet. En niet iedereen heeft zo'n achtervang waarin dat kan. Dan is het toch geweldig dat je in een zo huiselijk mogelijke sfeer in alle rust je tijd kunt doorbrengen die je nog hebt. Dit geeft toch een stukje invulling aan onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en aan de behoefte die er is om mensen een fijne en een waardig levenseinde toch te kunnen bezorgen op een plek die veilig is. In het woonzorgcentrum van de Sint-Anna Zorggroep is naast de hospice ook ruimte voor 96 cliënten met een lichamelijke handicap. En in tijden van korten op de zorg is het best bijzonder dat Gelderop een nieuw woonzorgcentrum erbij heeft gekregen. Je kunt wel verklaren dat het anders wordt, maar daarmee is het nog niet anders. En de vraag is ook of iedereen in staat is te voorzien in zijn eigen mantelzorg en zijn eigen hulp. En dus is het heel belangrijk dat je voorzieningen houdt en hebt die daarin voorzien als het niet zo is. En dat hebben we nou. En daar zijn we ook heel erg blij mee. En dit zijn de mensen met een hogere indelingscategorie. Dus dit zijn de mensen die zorg nodig hebben die thuis ook niet geboden kan worden. En naast deze mensen die we opvangen, onze cliënten met de ZZP hogere classificaties, zijn hier ook plaatsen voor revalidanten, dus mensen die moeten herstellen na ingrepen of na ziektes. En er zijn 6 plaatsen hospice hier gekomen. En dus staat er naast de bestaande gebouwen van de Sint-Anna Zorggroep ook een gloednieuwe locatie aan de Grote Bos in Gelderop.